mooi vrouwtje. Ja, het is een heel mooi vrouwtje. Knappe maar, dame. Maar soms denk ik ook bij andere jongens ook wel van, het zijn ook wel mooi. Ah. Wow! I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Ik moet even mijn chain om doen, of niet al? Hoor dit. Hey, what's Gucci? Het is je. Panda. Steven Vechten. Oké, hoi. Hey, what's Gucci? Het is je panda, Steven Vechten. Oké, het is super lang geleden, maar je panda is back op YouTube. Hij gaat weer 100% instant tonen op YouTube. Er komt dus, de volgende video is dus een uitlegvideo wat ik nou allemaal ga doen op YouTube. Maar vanaf vandaag, er is iets gebeurd, er is iets echt vet. Ik heb echt een vette video. Koop deze video, de 1000 likes zal super zijn. Deel deze video met je vrienden, ben je nieuw, abonneer en druk op het belletje. Want dan ben je altijd up-to-date van de nieuwste video's en wie wil dat nou niet? Oké, ja. En mijn haast zit raden, weet ik, dus ga er niet over zeuren. Oké, als allereerste... Ik ga een vriend van mij pranken. De vriend van mij is Jan Thijs. Ik heb hem super lang niet meer gezien. En ik dacht, ik ga hem pranken. Maar ja, hoe zou ik hem nou moeten pranken, dacht ik. Weet niet hoe, man. Ik weet dat gewoon niet. Ik weet niet hoe ik hem moet pranken. Nee, oké, wat ik ging doen is, ik ging net alsof doen dat we gingen vloggen. Snackje. Ik weet niet waar de ding. Wat? Oh, waarom gaat... Hits? Dat is de... Wat als ik hem zo een beetje hou? Oh, je moet wel lukken zo. Zo? Of niet? Ja, hij trapte er gewoon in. Hij dacht gewoon van ja, hij gaat vloggen. Dus hij vond het helemaal prima. Oké, dus. Dit is Jan Thijs. Dus ik ga vandaag vloggen. Jan Thijs, vind je dat oké? Vind je het prima? Ik een beetje film? Yeah. Dat vind ik mooi, hè? Net zoals vroeger. Oké, dus we zitten in de auto. En we gaan onderweg naar Snackje. Want we hebben honger. Dus dan moeten we even eten hebben. Yeah. Oké, dus we zijn nog steeds in dat mooie Groningen. Hartstikke mooi, hartstikke prima. Wat ik nu doe is, ik leg nu de camera weg. Ik doe net alsof van de camera staat uit. En dan ga ik tegen hem zeggen van... yo bro, ik ben gay. Val misschien wel op meiden. Oké, zoals allemaal van jullie weten, ik val niet op meiden. Oké, zoals jullie allemaal weten, ik val op meiden. Ik ben niet gay, ik ben 100% hetero. Jan Thijs is 100% hetero. Oké, en allebei, wat ik wel duidelijk wil hebben is... We hebben niks tegen homo's, het is gewoon een prank. Ik wil gewoon kijken hoe mijn vrienden zouden reageren op als ik wel gay zou zijn. Want ja, dat is wel iets wat mensen heel vaak tegen mij zeggen. Oh, ben je niet gay? Want je maakt video's op YouTube en ja... Dus ja, voel je niet aangesproken of iets, het is een grapje. Oké, dat was het wel, ja? Ja hoor. Zet even de ding zo. Jij zegt het maar, joh. Wat is er? Wat is er? Niks. Waarom? Dat weet ik niet. Ga met de mijn dan. Goed, hè? Oh. Mooi, ja. Ga maar heen. Hier. Oh. Ja, hier moet je heen. Oh! Oh! Ga. Eww. Met een vriendin en zo gaat wat minder. Oh. Hoezo dat? Ja. Het ging toch altijd zo mooi, zag ik altijd op Snapchat. Ja, maar ja. Ik weet niet, man. Laatste tijd, ik weet niet echt of ik wel weer voor haar voel ofzo, snap je? Aan het zeuren? Vrouw? Nee, dat is wat anders. Meer, ik weet niet, man. Je weet toch, ja. Ik weet niet. Ja, het is lastig om te zeggen, man, maar het is gewoon... ja. Het is toch een mooi vrouwtje? Ja, het is een heel mooi vrouwtje. Knappe dame. Maar soms denk ik ook bij andere jongens ook wel van, het zijn ook wel mooi. Jongens? Nee. Jawel. Die vriendjes van jou. Ja man. What the fuck? Ik denk dat ik... Ik denk wel dat ik op man of homo word. Homo? Ja. Ja. Nee, sowieso niet. Ja. Stiekem had ik dat al een beetje gedacht. Maar... Huh? Hoezo dat? Ja, weet ik niet. Vroeger. Huh? Hoezo vroeger? Gewoon. Ja. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Ah, zo'n indruk kreeg ik altijd. Hè? Ah, jij ziet maar je denkt, ja, hij valt op mannen. Nou, weet ik niet. Dat is gewoon. Maar ja, ik weet nog niet hoe ik het aan mijn vriendin moet vertellen. Vriendin? Dat is toch fucking raar? Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. En aan, aan de rest van de vrienden en zo. Om de rest van de vrienden? Ja, man. Aan Timo zo. Ja man. Ja, dat is lastig hè.
Ik weet ook niet. Maar wat vind je ervan als ik zeg dat ik jou ook wel leuk vind? Godverdamme. Hoezo? Hoezo is dat vies? Nee, ik ben niet gay. Dus echt wel? Nee. Dat is echt raar. Ik weet niet waar ik ermee moet, hè? Wat dan? Wat is er raar aan? Wow! Oh, god. Oh. Is dat serieus? Ja, man. Ik ben serieus. Geloof ik niet. Hoezo stop je? Ja, is echt zo. Ja? Ja. Ik praat nu ook met een jongen. Wie dan? Nee, grapje. Ik hou er niet meer vol. Nee, man. Het is een prank. Jongen, ik dacht al, what the fuck? Ik val nog steeds op mij. Beetje met je chickie naar een duur hotel, denk je wel niet? En dan opeens gay? Dat kan niet. Nee. Maar... Oh, opa! Oh, opa dood. Maar... Ik vond wel kut. Hoezo zeg jij van... Ja, ik zag het al aankomen. Ah, hoe je doet en zo. Een beetje zo. Een beetje... Dat is niet gay, dat is interesse, Tom. Ja, zo. Nou... Nah. Weet ik toch ook niet. Dat kon ik. Oh, vogel. Er gebeurt wel veel deze reis, zeg maar. Hey. Ik weet niet. Maar nee, man. Dat was een grapje. Oh. Ik vind jou niet leuk, sorry. Gelukkig. Gelukkig? Schrok al. Zit jou nu niet van, ah, jammer. Ik wou wel stiekem dat hij mij leuk vond. Nee. Oh. Vieze. Nee. Homo's heb ik echt helemaal niks tegen, trouwens. Oh, dat komt ik ook aan. Nee. Dat duidelijk. Ik heb ook niks tegen homo's. Maar het is wel anders. Het is wel raar als opeens een vriend die al jaren kent homo wordt. En je leuk vindt, toch? en je leuk vindt. Dat kan. Lekker! Was dat de bocht? Hey, oh nee, helemaal niet. Ben jij Max Verstappen? Ja. Yeah. Let maar op. Hallo! Kijk! Oh! Ja. Auto. We reden keurig 50 trouwens. Dit ding is totaal niet snel. Naar huis. Mooi, hè? Ja. Zegt het eerst zal laten moeten gaan. Wel samen uit is samen thuis. En als je nu al met me mee wil gaan. Dat had ik niet van meneer verwacht. Die hond had een beetje mooi. Ben jij mijn Uber? Oké, dus ik heb net een teutje gevonden, ik vond het grappig, dus we gaan iets op doen. Oké. Fuck him up.